Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Nou, mijn naam is Mix Faan Vlogger. Ik ga weer een video opnemen, dus vind je deze video leuk? Dan zeker een blauw duimpje omhoog. Nou, omdat ik nu niet naar de winkel kan vanwege het coronavirus, ik ben zelf weer blij, maar sorry dat ik het erover heb iedere keer, ik zal het over een ander onderwerp hebben. Vanwege het coronavirus ga ik lekker een wandeling maken en ondertussen tijd voor jullie vloggen. Dus vinden jullie deze video leuk, doe zeker een blauw duimpje omhoog. We gaan gelijk even kijken of het al een beetje lente in de natuur is. Daar heb ik super veel zin in, dus tof dat jullie er weer zijn. Ik ga die park in Groeneveld, super tof. Ik vind het een super leuk park, ik kan wel ergens anders naartoe gaan wandelen. Maar we gaan kijken wat de dag brengt. En ik mag niet naar de winkels, dus dan doen we het even zo. Ik spreek jullie zo. Hoi hoi! Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje video die ik net heb geopend. Wandelvideo. Nou, zo te zien, ik ben lekker aan het wandelen. Qua verveling eventjes om er even uit te zijn. En ja, ik ben lekker aan het lopen. Is goed voor me, ben ik even in beweging. Anders blijf ik alleen maar stilzitten. Het is toevallig erg rustig. In het park waar ik ben, op Groeneveld ben ik nu. En het is niet druk met honden of zo. En anders heb ik gewoon zo meteen, als het druk met honden wordt, ga ik gewoon zo meteen even wat anders doen. Dus ja, ik ben lekker aan het lopen. Ik hoop dat ik mijn stapjes haal vandaag. Het zal super fijn zijn. En ja, zo ben ik ook lekker in beweging. Niet dat ik ga meedoen met Nederland in beweging. Nee, nee. Gewoon even lekker lopen. Dus ik spreek jullie zo weer als ik op een andere plek ben. Tot zo. Allemaal. Welkom nog maar in een stukje video. Nou, zo te zien loop ik nu in het park. En ik ga nu, je ziet daar een paaltje, de gele route lopen. En ik ben toch benieuwd waar het toch allemaal uitkomt op Groeneveld. Want mijn moeder heeft het wel eens een keer gezegd dat ik lekker een stukje natuur moet gaan pakken. En de gele route is volgens mij, ik weet het niet zeker. Als jullie dat weten, als jullie hier kennen, laat het even vooral weten wat de gele route is. Volgens mij zit een half uurtje lopen, maar het is wel super lekker. Spreek jullie zo. Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik zie hier weer een gele paaltje met een wandelroute. Dus dat is al paaltje nummer 5. En er moet vanzelf de paaltjes volgen. Volgens mij loop ik een verkeerde route. Ik heb geen 1 gezien, maar het is paaltje nummer 5. Dus dat komt goed uit. Want ik heb hier ook een fantastisch uitzicht op het water. Dus dat wil ik jullie even nu laten zien. Dus ik spreek jullie zo. Dit is nu uitzicht op het water. Het staat super mooi bij. En daar is kasteel Groeneveld, dat achterste stukje. Het is een biologische boerderij, heb ik al vaker in mijn video verteld. En nu loop ik even een beetje rond in het park. Echt super mooi, dat is typisch qua verveling. Dus spreek je er straks. Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video. Nou, zoals jullie zien, zien jullie hier aan het eind van het pad weer een geel paaltje. En dat is nummer 6. En volgens mij volgens mij ga ik nu goed. Dus dit is nummer 6 paaltje. En ik moet volgens mij weer hierheen. Dus dat ga ik ook lekker doen. En ik weet niet wat voor route dat is. Dus ik ga het gewoon lekker lopen. En we zien het wel. Hoe wat. Allemaal. Goed, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ben bij paaltje nummer 7 aangekomen. En ik ga het goed lekker lopen. Dus we hebben het goede voorbeeld voor de coronacrisis. En volgens mij moet ik gewoon recht doorlopen. Dus dat ga ik even doen. En ik laat jullie nu het paaltje zien. En het is weer een geel paaltje. Er staat geen nummer op. Dus ik ga denk ik goed lopen. Dus ik spreek jullie zo. Een paaltje met een pijltje erop. Dat ik die kant op moet. Ik vind het super leuk die route te wandelen. Dus dat ga ik nu nog even afmaken. Dus tot zo weer. En er staat geen nummer op. Hallo tot zo. Allemaal, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ben bij paaltje 7 en ik ga nu hierdoor, door de bomen heen. Superleuk, ik ga dat voor jullie vloggen nu. Dus ik ga maar richting de bomen toe. Dus het lijkt me superleuk. Ik hoop dat er geen andere mensen zijn. En ja, ik hoor nu wel andere mensen. Dus ik loop nu even door. Tot nou, zo. Ik wandel nu in de bosjes, of eigenlijk onder de bosjes een klein stukje. Het lijkt net een jungle. Super tof. Maar dan in Nederland. Hallo. Oh, ik ben nog blij dat ik nog deze natuur kan meemaken.
Dus, oh, wat super mooi. Het zijn ook super mooie beelden. En lekker aan het wandelen. Ik vind het gewoon even lekker heerlijk. Want dan kan ik straks weer lekker andere dingen doen. En als het goed is, komt er nu weer een paaltje. Even kijken. Volgens mij is dat dezelfde paaltje, maar dat moet ik even uitzoeken. Ik spreek jullie zo. Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video. Ik zie weer een gele paaltje, maar ik denk dat ik verdwaald ben. Maar dan moet ik even kijken of dat waar is. Dus ik check jullie zo weer. Tot zo. Hallo allemaal, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ben nu even lekker op een bankje gaan zitten. Want ik moet ook ondertussen even rust nemen. Ik heb geen drinken bij, maar ik ga zo meteen thuis goed drinken en goed mijn handen wassen. Maar goed, ik zit nu even af te wachten tot de gele. Ik ben klaar met die gele route. Dus ik ga zo meteen teruglopen richting huis. Ik zit zelf ook nog op een pakketje te wachten vandaag. Ik hoop dat die vandaag nog binnenkomt. Ik heb geen mail gehad van Hema. Dus Hema, als je dit kijkt, zou je alsjeblieft mij even een mailtje willen sturen dat de bestelling onderweg is. Ik hoop dat ik het vandaag nog krijg. En anders is het morgen. Maar goed, dat komt goed. En ik heb hier heel mooi uitzicht. Dus dat laat ik jullie even zien. Kijk, dit is mijn uitzicht. Nu, waar ik op het bankje zit. En ik vind het echt super mooi. Het is niet zo druk in het park. Maar ook logisch. Want de regering heeft maatregelen getroffen. Dus het ziet er hartstikke mooi uit. En ik word zelf er ook heel mooi rustig van een stukje natuur. En ik ga zo meteen lekker verder lopen. Dus ik ga zo meteen weer richting huis. Nou, ik ga nu verder lopen richting mijn eigen woonplaats. Dus ik ga even lekker richting huis. Ik verwacht ook nog een pakketje. Dus die ga ik ook even regelen. Even kijken of die al binnen is voor mij. Dus dat zou ik super fijn vinden. Dus ik spreek jullie zo weer als ik thuis ben. Tot zo! Hallo allemaal, super tof dat jullie nog even een klein stukje kijken naar een wandelvideo van mij. Vonden jullie deze video leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder ook geen reactie achter te laten als het kan. En vergeet me niet even op de abonneerknop te drukken, zou ik super leuk vinden. Dus ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog van de Big Smile Vlogger. Het was op een andere dag opgenomen, die wandelvideo. Het is vandaag ook een andere dag. Het is eigenlijk al 10:50. Het is eigenlijk al laat in de avond. En ik was hem gisteren even vergeten te editen. Dus dan weten jullie ook in ieder geval dat het op een andere avond is opgenomen. Maar ik ga niet vertellen welke. Dus ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog van de Big Smile Vlogger. Doei doei!